organisatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, was de afgelopen week op een missie in Apoura in het district Sipaliwini. Tijdens dit bezoek hebben bewoners van dit dorp een boost gehad ter ontwikkeling of verruiming van hun landbouwkennis van gewassen die niet bekend staan als traditionele binnenlandse gewassen. Het doel van dit bezoek is dat de minister, zeker de regering van Suriname, de ondersteuning wil geven aan de coöperatie van West-Suriname. Wij als instantie hebben plantmateriaal vandaag gebracht. Met die verstande dat ze een begin gaan maken met het beplanten van een stuk areaal, citrusareaal, zodat ze daaruit in de toekomst in citrusproducten van kunnen plukken, kunnen oosten. Voorts dient het ook om dat te gebruiken als moedertuin voor verdere vermeerderen van citrusmateriaal. Wat we hebben meegegeven aan de mensen is dat zij moeten weten hoe een citrusplant gemaakt wordt. De procedure ervan en hoe dat beplant moet worden en hoe dat onderhouden moet worden. Dat zijn allemaal zaken willen zij na 2,5 jaar, 3 jaar gaan oosten. Dus zij dienen zich te houden aan de voorwaarden die wij gezegd hebben, zoals nogmaals het onderhoud daarvan en de verzorging ervan. Wat wij ze geleerd hebben vandaag is versneld hoe in feite een citrusplant gemaakt wordt. Er zijn processen vanuit de zeilingen, de onderstammen, tot de tijd waar ze geïnoculeerd moeten worden en hoe dat gedaan moet worden. Dus we hebben ze snel gewezen hoe dat in feite moet gebeuren. De potentie hier is aanwezig. Als ik kijk naar de structuren, grondstructuren hier, de vegetatie om me heen, dan is het goed om hier landbouw te doen. We hebben ook gezien dat fruitbomen vooral het heel goed doen hier. Dus vandaar dat wij begonnen zijn met het fruitbomen project. Wij willen in de toekomst ook natuurlijk naar gelang, zij dat wensen, verder gaan, dieper ingaan in de materie voor wat betreft het agrarisch gebeuren hier. Hoe lang bent u al bezig met landbouw? Ik ben al jaren bezig. Ik ben eigenlijk begonnen met de vrouwenorganisatie. Maar ja, we waren begonnen met een plantenkas. LVV heeft ons ook daarmee geholpen. Maar jammer, we moesten verhuizen vandaar naar een andere plek. En eindelijk ben ik dan hier met de coöperatie. OCWS, dat is Ontwikkeling Coöperatie West-Suriname.
Heeft u vandaag iets erbij geleerd van de mensen van het ministerie van LVV? Jawel, toch. Dus hoe je een citrusplant moet planten. De afstand, ja, speelt een belangrijke rol. Wat gaat u in het vervolgtraject doen? Nou, zoveel mogelijk bezighouden met landbouw. Dus verschillende producten te planten. Dus landbouwgewassen. U heeft vandaag symbolische citrusplant overhandig gekregen van het ministerie van LVV. Wat is de bedoeling hiervan? Nou, de bedoeling hiervan is dat de ontwikkelingscoöperatie West-Suriname een verzoek had gedaan aan het ministerie. Via aan het ministerie waarbij ze dan citrusplanten nodig hadden voor de landbouwprojecten hier. En dat hebben ze daar uiteindelijk gekregen. Om hoeveel citrusplantjes gaat het? Dus het gaat eigenlijk om 150 plantjes. En die zijn dan verdeeld in verschillende groepen. Dus verschillende soorten dan zijn gekomen. Ik zie dat er al landbouw hier wordt gedaan, maar hoe is de samenwerking met het ministerie van LVV tot op dit moment? Nou, de voorzitter van de ontwikkelingscoöperaties, zij hebben dan een betere connectie met het ministerie. Wat wel ontbreekt, dus als dorpbestuur hebben zij ons wel aangegeven van... Ze hebben graag meer begeleiding nodig, ondersteuning waar nodig, zodat ze het project dat ze hier gaan doen goed kunnen uitvoeren.